Ja, goedenavond allemaal, kijkers. Wat zijn we blij dat jullie allemaal komen luisteren naar de Spoken Word avond. We hebben vandaag 6 dichters en een muzikant. En het wordt een geweldige avond, dat weet ik nu al. Ik zal u even voorlezen wie er precies allemaal komt. We krijgen als eerste Martin Wijdgaard. Daarna Marijn Sterre Huigers. Marianne Vreugdehil. Dan krijgen we een muzikaal intermezzo van John Spijker met eigen werk op gitaar. We krijgen daarna Stanislaus Jaworski. Daarna Fausto van Bronkhorst. En we sluiten af met Richard Matenko. Waarschijnlijk gaan er nog allerlei speciale dingen onverwachts gebeuren tijdens de show. Dus blijf kijken, want het kan altijd anders gaan als dat je denkt. Daarvoor is het de dichtersavond. Ik wil als eerste vragen en een hard applaus ook voor Martin Wijdgaard. Goedenavond. Ik zou kunnen klagen dat de techniek mij in de steek laat, maar ik denk dat ik de techniek iets te lang in de steek heb gelaten en dan moet ik weer helemaal aanloggen en zo. U kent dat wel. Het eerste gedicht heet Johan. En in weerwil van wat de titel en ook het motto van dit gedicht, het is een gedicht met een motto, dat is vrij chic, doen vermoeden, gaat het niet over Johan Cruijff. Maar over iemand die iedereen wel kent. Een nare collega, een vervelend persoon in een vereniging waarmee je in het bestuur zit of weet ik veel. Het gedicht heet Johan en het motto is een motto van de grote Chinese filosoof Tse La Ling. Het luidt: Johan, als je nou je bek niet houdt, dan krijg je een keu in je reet. Natuurlijk, Johan is een parasiet. Een bloedzuiger die dikke builen maakt, die in gezelschap onvermoeibaar zoemend in de overbelaste zenuw boort, de zeikert waar je 's nachts van wakker schrikt omdat je in je slaap zijn stem nog hoort. Toch moet je niet zo boos doen tegen Johan. Hij heeft een rol in onze biotoop, zoals in elke achtertuin een plaats is voor wat je onder platte stenen vindt. Brood nodig om de mezen mee te voeren als onverhoopt de pindavoorraad slinkt. Natuurlijk, Johan is een parasiet, een Judas met een uitgekiend instinct voor leugens, machinaties en verraad, een onderkruiper, likkend naar de top, een mug in de beschutting van je rug tot elke lage smerigheid in staat. Denk na, voordat je Johan op een dag met het nieuws van gisteren verplettert. Hij is er een die vlekken achterlaat. Dit gedicht gaat over een gezelschapsspel. Het heet Poker met Selene. En afgekort staat daar PMS. Sluip als een vlegel door je glazen huis. Sla niet met de deuren, maak geen licht, laat weerwoord en excuses achterwege. Op dit soort dagen kom je hoe dan ook te vroeg, te laat, te kort of ongelegen. Ze speelt onder de lamp in haar boudoir alles of niets, met het gemerkte spel waarvan ze alle heren heeft verscheurd, legt klakkeloos haar eigen regels op en wint op rode kaarten elke slag. Je gokt behoedzaam en met tegenzin en zet voor alle zekerheid laag in. Zij hoeft niet eens te bluffen. Ze verwet de maan alsof het een stuk kleingeld is dat linksom of rechtsom haar kant uitvalt. Zij trekt als je een aas op tafel gooit je misstappen als jokers uit haar mouw en calculeert met dodelijk geduld haar waarde die tot ze de bloedvlag strijkt gelijke tred blijft houden met jouw schuld. Een gedicht over na de geallieerde invasie in Calabrië
belooft een soldaat het lichaam van zijn zwaargewonde kapitein naar huis in Napels te brengen. Dat is in het kort de handeling van de novelle De Reisgenoot van Curzio Malaparte, daarover dit gedicht. Soldaten zijn soldaten. Zelfs al zingen ze in een nieuwe taal hetzelfde liedje. Ze kennen onze kant van het verhaal en zullen ongevraagd, zonder bezwaar, hun drank en sigaretten met ons delen. Ze hebben net als wij leren marcheren, gehoorzamen onnozele bevelen en moeten zich naar om het even waar laten versjouwen door verdwaalde ezels die als het erop aankomt deserteren. Kom op, ik breng je thuis. Een frontlijn heeft ons ingehaald en als ze straks vertrekken kan de kermis weer opnieuw beginnen. De laaienlichters, zwendelaars en pooiers hebben hun oude stek al ingenomen en drinken op een mooie nederlaag. Vanavond zullen we de generaals als hammen aan de straatlantaarns hangen. Morgen versjaggeren we onze vrouwen voor zakken haver op de Zwarte Markt. Maar eerst breng ik je thuis. Jij was de laatste aan wie ik nog een schuld heb in te lossen. De oorlog is voorbij, de hufters zijn terug en alles is weer bij het oude. Het is niet eens de moeite om te drossen. Ik ga deze nog eens voordragen na de coronacrisis, denk ik. Een gedicht over corona gesproken. Dit is een gedicht over sinds enige tijd kwetsbare groepen worden genoemd. En het heet Onschadelijke Mensen. Wees op je hoede voor onschadelijke mensen. Die met muizentanden kaakjes knagen in wolken van geblauwseld haar en 50 tinten vroom en dreesman bruin. Hun open voordeur is een val die toeklapt op een aardig woord. Ga binnen en ze klampen zich hardnekkig als een virus vast met kiekjes van hun bloedverwanten. Klachten over ziekenhuizen, Oosterwijkse meubelstukken, Biedermeijer thee, serviezen, postzegelverzamelingen, kunstig afgedwongen decoraties en dringende adviezen voor de tuin. Verzet je niet. Bescheidenheid maakt het roofdier in ze wakker. Aanvaard de aanbegeboden thee en bereken je ontsnappingskansen. Vroeg of laat moet iemand bellen met groetjes of een doodsbericht. Staar naar gebaar naar staartklok of horloge. Trek je spijtigste gezicht, een sprintje naar de buitendeur en deze hart achter je dicht. Wees op je hoede voor onschadelijke mensen. Ze hebben het beste met ons voor. Het beste met ons voor. Het beste. Dit is een gedicht over echtscheidingen. Het heet Vastgoed. Stamp nog een allerlaatste keer in tranen de trap af. Trek de voordeur in het slot. Bel de kringloop voor het kind. En laat de hoogste bieders nou hun best maar doen. Een huis is maar een huis. De warmste keuken braadt zonder protesteren ander vlees. Achter de ramen staren vreemde ogen zich op nieuwe jaloezieën blind. Er zullen opnieuw aangeschafte kussens opnieuw bezweten hoofden wakker liggen die elke nacht uit alle macht proberen het fiasco weg te redeneren. Ze simuleren voor de buitenwacht een tedere idylle, net als wij, en blijven in gezelschap enthousiast over de tuin en babykamers praten. Ze kopen met een laptop op de bank een wollen pleed of een gehaakte sprei, maar vergelijken op kantoor alvast verhuizers, makelaars en advocaten. Ik doe er nog twee. De voorlaatste heet Een zware bevalling. Het gaat over het wonder der geboorte. Ze heten hem welkom met tangen en scharen. Een vacuümpomp trok hem binnenste buiten. Geradbraakt lag hij in de ruimte te staren in een wereld van maskers en flitslichten en spuiten. Met veel formulieren en formaliteiten werd het wonder al binnen een uurtje of twee teruggebracht tot een reeks gortdroge feiten. Een nummer, een naam en een medisch dossier. Zijn moeder bedwelmde haar statussymbool met lauwwarme melk en onnozel gekoer. In de inschrijvingsbrief van een poenige school lag listig de pedagogie op de loer. Het slachtoffer testte geërgerd zijn longen. Vertederd omhelste de vader zijn vrouw. Het was godverdomme een wolk van een jongen. Zo eentje waaruit het ooit hagelen zou.
En tot slot over het trieste lot van de dichter. Een gedicht dat heet Zelfportret met Lier. Als het u bekend voorkomt, ga dan niet huilen. De dichter is een demagoog die op zijn bühne brult en dreigt, maar in zijn brieven smeekt en vleemt. Een trieste clown die hielen likt en handjes geeft en standjes krijgt en rondjes koopt en stroop moet smeren, meewaaien met vuile winden. Dingen naar de gunsten van despoten in het land der blinde uitgevers en redacteuren die censureren, redigeren, wegen en te licht bevinden. Een dichter is een rechercheur, een speurneus van de koude grond. Hij rotzooit in zijn raadsels rond, noteert iedere vage hint. Toch lost hij nooit zijn zaakjes op, omdat hij tegen schimmen vecht, onzinnige verbanden legt en enkel nieuwe vragen vindt. Hij klungelt om de feiten heen en als het lijk wordt opgedrecht, gaan de moordenaars vrij uit en is de strop voor hem alleen. De dichter is de kapitein van een opgegeven schuit. Hij heeft zich aan de mast gebonden en blijft koppig op zijn post, terwijl hij God de huid vol scheld en schuimbekkend beladen zingt. De bemanning is gedrost, de passagiers hebben gemuit, maar als de storm de zeilen scheurt, schrijft hij: het gaat me voor de wind, voor wie, wanneer het schip vergaat, nog onverhoopt zijn logboek vindt. De dichter is een therapeut van niks, een lepe psychopaat die weerloze patiënten kwelt, een kwakzalver, een leugenaar die op de gok zijn wonden slaat en met veel natte vingerwerk fatale diagnoses stelt, een onbeholpen charlatan die pleisters op tumoren plakt en armen afzet voor een wrat, maar op een voetstuk staat omdat hij zo geslepen praten kan. De dichter is een kluizenaar. Een eenzame, gekwelde geest die critici en juries mijt, publiek en recensenten vreest, die in stilte hevig lijdt onder kritiek die niemand hoort, op versjes die geen hond ooit leest, maar die, als hij geprezen wordt, gewillig zelf de vinger legt op regels waar nog iets aan schort en zijn eigen beste werk genadeloos de grond inboort. Dank u wel. Gedichten. Zeker, ja. Is het goed als ik je één vraag stel? Dat is dan bij deze gebeurd, dankjewel. Ja? Goed, gaan we verder. Ja, doe. Ja, zal ik hem stellen? Ach. Ja? Ja, Martin, wat mag ik jou niet vragen? Dat was echt een verboden vraag die je daarnet stelde. Wat ik thans leiden moet. Ah. Eer zal mijn kakken in zijn hoed dan dat ik u mijn ziel blootleg en zeg wat ik thans leiden moet. Gerrit Komrij. Geweldig. Applaus nog even voor Martin. Heel erg mooi. Dankjewel, Martin. We zijn inmiddels aan de volgende dichteres. Zou ik het zo mogen noemen? Marijn Sterre Huijers. Kom naar voren. En wij zijn heel benieuwd naar wat jij ons te vertellen hebt. Nou, het is een beetje apart zo in de microfoon tegen een camera aanpraten, maar wel heel leuk dat ik het weer kan doen. Ik ga gewoon beginnen met het eerste gedicht. Ik ga er niks over zeggen. Je zegt dat je niet weet wie je bent, dus ik mag kiezen. Je bent een muur, een bloeiende muur met onkruid dat tussen de nerven loopt als in een zomerstraatje. Vandaag regent het. Je bent je paraplu vergeten en je staat daar maar, met opgestoken kraag en dichtgeknepen ogen. Ik ontwijk je blik, in de hoop dat mijn hoofd tussen je handen klemt, ik moet je woorden opvangen. Ik moet ze ontkennen zonder te horen wat je zegt. Ik moet op mijn tenen staan, mijn oor tegen je aandrukken tot het pijn doet. Er blijft alleen geruis over dat door de kieren komt. Ik wil je kitten, maar met cement lossen we geen problemen op. Er liggen nog stapels onafgemaakte ruzies op mijn kamer. Daarom hebben we hier afgesproken.
maar het helpt niet. Ik zie ze overal in terug. Alle gaten in jouw muur zijn onuitgesproken frustraties. Ik heb geprobeerd om de gaten op te vullen, maar het blijft amateuristisch werk. Aan de fundering valt niets te veranderen. Ik zie het in de manier hoe je met je ogen rolt. De woordkeuzes die je maakt of juist niet. Jij staat nog steeds als een muur tussen ons in. En ik heb niets anders gedaan dan je verder helpen met bouwen, dus je bent alleen, ingebouwd door jezelf. En je zegt dat je niet weet wie je bent, maar wij beiden weten dat dat niet waar is. Je kon nooit iemand anders zijn dan jezelf. Het volgende gedicht, ga ik wel iets over zeggen. Want ik heb afgelopen jaar meegedaan met de Poetry Circle. Dat is een poëzieopleidingje in Amsterdam. En omdat normaal eindig je dat met een optreden, een performance, maar dat kon ik natuurlijk niet. Dus we hebben een bundel gemaakt. En die komt uit volgende week. En dit gedicht staat in die bundel. Dus dat wilde ik over dit gedicht zeggen. Ze streek met haar handen door haar haar. Verwarde klitten die bleven zitten na het kammen. Soms bleven plukken achter. Lange strengels verstrengeld in elkaar als armen om een lichaam. Vastgeplakt door zweet. Het haar leek droog, futloos, maar was zijn glans nog niet verloren in hoeverre dat kon voor levenloos materiaal. Ze keek niet eens op als ze haar hoofdhuid doorboorde. De tanden van de kam zochten houvast in de aanzet van haar kruin. Alsof het loslaten van deze stukjes verleden haar niets deden. Alsof haar lichaam heel even geen besef had van tijd. Zij kon het hebben, de leegte. Ze droeg het als een accessoire die de outfit maakte, de afwezigheid stond haar chic. Zij kon het, als enige, afscheid nemen zonder reden. Oké, dan ga ik afsluiten met een best wel lang gedicht. En dat is alles wat ik over dit gedicht kan zeggen. Als ik mijn best doe, kan ik fluisteren. Ik kan goed luisteren naar anderen en soms ook naar mezelf. Ik praat te veel. Ze zeggen dat niet de woorden, maar de tijd hield. Ik slik seconden in als ik bij je ben. Ik kan goed koken en maak altijd net te veel eten, genoeg voor met z'n tweeën. Ik maak ontbijtjes met chiazaad, ik kan koffie zetten. Ook al drink ik het zelf nooit, ik zal het doen als je 's ochtends wakker wordt. Ik heb 2 kussens in mijn bed, net genoeg plek voor een leeg hoofd om mijn gedachten 's avonds aan over te dragen. Ik heb een leeg vakje in mijn kast, 2 tandenborstels in het glas in de badkamer. Ik verzamel boeken en lees graag verhalen voor het slapen gaan. Ik zal zelfs verhalen verzinnen tot we het nachtlampje hebben uitgedaan. Ik zal slaapliedjes zingen. Ik zet thee, maak warme kruiken. Als je ziek bent, pel ik mandarijntjes met zorg heel te schillen. Ik kan liefde verspillen, sijpelend langs de plantenpot tot de cactus wegrot. Ik kan de hele avond hartkloppingen tellen. Toekomst voorspellen aan de hand van koffiedik. Ik lees met gesloten ogen de patronen van jouw moedervlekken. We kabbelen voort op het ritme van herhaling. Ik kan onze foto's bewaren in opbergdozen als een externe harde schijf. Ik kan overuren draaien, gedachten op lege schijven branden. Jouw adem is in mijn nek, ook al beklemt het me. Ik kan mezelf lostrekken van jouw lichaam. Tranen achterlaten in het hoekje van de kamer, verdrinken in agenda's. Ik kan te laat zijn. Ik kan mijn dagen opvullen met tijd die niet bestaat. Te laat inzien of we nog 2 losse individuen zijn of vervlochten in elkaar. Ik kan een ik zijn, de wortel van ons verleden. Ik kan mezelf zijn in het kwadraat. Ik kan delen. Voor een wij is het te laat. Dat was het. Heel mooi, heel mooi. Marijn, ik had een vraag. Wanneer krijg je de beste inspiratie, bijvoorbeeld? Wanneer krijg je de beste inspiratie? Oh, dat zijn wel moeilijke vragen, hoor. Ja. Ik denk als ik er de tijd voor neem om inspiratie te zoeken. Ik geloof niet zo in dat inspiratie je overkomt of zo. Dus ik heb meestal dat ik gewoon te druk ben om te schrijven. En als ik dan gewoon ga zitten en gewoon even niets anders doe, dan komt het wel. Dus ik denk gewoon zitten. Ja. Oké. En je had het over een bundel die uitkomt. Waar kunnen we die bekijken, zien, kopen, bestellen?
Ik heb sinds vandaag, want ik dacht, omdat ik hier zou zijn, is dat handig. Ik heb een artiestenpagina aangemaakt. Ah. Ja, ja. Let goed op. Op Instagram, ja. Dus als je geen Instagram hebt, maak het hiervoor aan. Heel belangrijk. Ik heb het ook gedaan vandaag, hiervoor. En je kan gewoon mij opzoeken, Marijn Sterren. Dat is mijn naam. En dan kan je me een berichtje sturen. En dan zeg je, ik wil een bundel. En dan zeg ik, oké. En dan komt het goed. Aha. Ja. Ja, dus Marijn Sterren opzoeken op Instagram. Ja, ja toch? Ja. Ja. Als je het via en Facebook dan, doet, mag ook wel. Maar ja. En dan een foto dan van jezelf sturen. Van ja, ik wil erg graag die bundel. Ja. Ja, ja. Ja. En dan beslis jij ja of nee. Of ja. Krijg je hem gewoon. Ja, er zijn natuurlijk beperkte oplagen. Dus je moet dus snel zijn. Ja, dat is, ja, zeker. Op is op, weg is op weg. Is te laat is jammer, vette pech. Ja. En ik sta er niet alleen in. Het is met nog allemaal andere mensen ook van de Poetry Circle. Dus als je mij al leuk vond, dan vind je hun ook geweldig. Dus ja, dan moet je er zeker voor gaan. Nou, kijk eens aan. Geweldig, dankjewel. nog even een hartelijk applaus voor Marijn. Dus Marijn Sterren. Kijken op Instagram. We zijn inmiddels aan de volgende dichteres. Wat zeg je? Dichter? Dichter. Dichteres klinkt toch ook wel spannend. Marianne Vreugdehil. Ik laat het aan jou over. Oké, ja, hallo. Dat is beter. En een beetje omhoog, ja. Nou, ik geloof het wel, ja, ik ga ervoor. Ik ben Marianne Vreugdehil. En ja, ik ben eigenlijk juist van weinig woorden. Dus het gaat lekker zo als je 10 minuten hebt. Maar we vullen hem wel hoor, geen probleem. We komen er wel uit. Ik heb een aantal gedichten, mijn recente gedichten, maar wel voor het coronatijdperk. Dus dat wil ik wel even aan toevoegen. Ik heb zelf niets met dat virus. Ben er ook helemaal klaar mee, met het geneuzel. Maar ja, we gaan gewoon door en we gaan het leven gewoon vieren. En we zijn blije mensen en vrije mensen, vrije geesten. En de geest moet waaien. Dat was trouwens geen gedicht, maar voor inleiding. Eerste gedicht, Vlam. Ze blijft niet liggen wachten tot de sluizen openbreken. Ze grijpt met witte vingers en kerft haar nagels in hardsteen. Ze zal een uitweg vinden en breekt door kolkend water heen. Met ingehouden lading die door velen onverschillig leken, zal zij woest en onverstoorbaar door alle hoge dijken breken. Blanco. Kon ik maar naar zinnen vissen die zich schuilhouden ergens achter in mijn hoofd. Ik speur langs de oevers van mijn brein. De vissers zijn net uitgevaren. Het kind laat zich niet pakken, ze speelt haar eigen fantasie. Vertraagt zijn mijn gedachten als een vlinder nog niet ontpopt. Taal laat zich niet dwingen, de verbeelding nog niet rijp en laat zich maar niet zien. Het kind luistert niet en is ongehoorzaam, speelt haar eigen spel. Kon ik toch maar zinnen verzinnen, omvormen naar mijn taal. Klanken inkleuren en laten zien. Ongeduldig tikt mijn pen. Met onzichtbare lijnen teken ik alvast de toekomst op een wit vel papier. De toekomst is nu. Verbeelding van morgen is je houvast aan iets wat er niet meer is. Gebaseerd op ervaringen van toen en destijds.
De toekomst is een zelfgecreëerde manifestatie van je verleden. Als een ketting snoert zij de tijden aan elkaar. Morgen bestaat niet. Soms als jij even niet het ene moment mijn gedachte was. Mijn adem, mijn ogen, oren en mijn mond. Jij even niet mijn woorden sprak. Legde je een steen in mijn hart tot diep in mijn vlees. Maar ik bleef je adem ademen, je huid ruiken, jouw lippen proeven. Elk deeltje van je huid heb ik gestreeld en lief gehad. Maar ik kan niet zonder jou, jou zijn. Jij, mijn andere ik. Even zoeken hoor. Waar staat hij nou? Oh ja. Verlaten tijd. Soms met tijd, de tijd vooruitgesneld, geen tijd gehad te leven, stil te staan, te overwegen. Want je tijd is duur, moet goed besteed. Je plichten nooit verzuimd, stond altijd klaar, was nooit te laat, niets uit de weg gegaan. Maar je echte angsten niet herleefd, herkoud en opgelost. Nu, op de rand van je bestaan, ben je gewankeld en geveld. Geen tijd gehad te dromen, te wensen. Genieten was voor later, maar later is nu te laat. Zakdoeken liggen daar achterin. En nu even wat anders. Dit gaat over het nieuwe winkelen van toen. Toen we nog winkels hadden. Fysieke winkels. Kent u V&D? Ik heb ooit gewerkt als etaleur. Dat was een geweldige tijd. IKEA. Kent u dat? IKEA. Geweldige winkel. Ik wil altijd gelijk als ik binnen ben weer naar buiten. Maar dan moet je eerst je hele winkel door. En daar gaan we het nou gewoon over hebben. Het nieuwe winkelen van toen. Ach ja, lieve mensen, nu richt ik mij speciaal tot de oudere luisteraartjes onder ons. Weet u nog toen winkelen nog gewoon was? Toen we met z'n allen gingen winkelen in de Kalverstraat. Waar geen doorkomen aan was. Waar wij op elkaars hielen trapten. Waar breedlopende dagjes mensen met dito brede kinderwagens onze voortgang beletten. Waar wij gedweeën in filevorming slenteren. Door de Kalverstraat. Trager dan traag. Oh, wat was het heerlijk zen. Waar we naar etalages keken toen we nog een V&D hadden. Waar we ons lieten verleiden door vette, dikke letters op de ramen. 70% korting en alleen vandaag. Waar muziek met 100 decibellen ons onthaalde. Waar glimmende, glachende verkoopsters met vochtige, rode, dikke lippen ons blikten en zwoel lispenden. Jij bent zo speciaal, kom toch binnen, kom binnen. De Kalverstraat, de nieuwe wallen van toen, één grote koopverleidingspiepshow. Maar toen was het kerstmis en weer gingen we op de tweede kerstdag massaal naar de meubelboulevard. En we liepen gedweeën in filevorming waar geen doorkomen aan was, waar op elkaars hielen trapten, waar breedlopende dagjes mensen met dito brede kinderwagens onze voortgang beletten. Waar wij door 100 decibellen uit gloeiende luidsprekers ons lieten verleiden met koop mij, je bent zo speciaal. Waar wij getuigen waren van opwindende zwarte glanzende keukens met sexy snel en super automatisch openspringende laden en deuren. Met een alziend oog die ons kookproces nauw in de gaten hielden. Waar wij op moleculair niveau ons dagelijkse kost snel en handig met futuristische ingebouwde microwaves het nieuwe koken mochten uitproberen. Waar ons grote kookeilanden als offerritueel getoond werden. Waar spijzen werden geofferd, voorbereid en klaargemaakt. O, wat waren we dankbaar. God toonde ons het goede leven en gaf zingeving aan ons grauw bestaan. De meubelboulevard deed ons even vergeten.
Zorgen smolten als ijs uit onze gedachten. Zo gingen wij door de Meubelboulevard, trager dan traag. Oh, wat was dat heerlijk, Zen! En toen bracht ons het nieuwe winkelen uiteindelijk naar IKEA. Het ultieme winkelen met alles onder een hemelsdak. Hoe heeft onze lieve Heer dit alles mogen bedenken? Gratis een tweede bakkie leut, met de familiekaart op zak, gingen we naar ons nieuwe thuis. Waar we met z'n allen heerlijk konden dwalen, waar het alziend oog ons koopgedrag nauwgezet in de gaten hield. We baanden ons door een labyrint van kronkelige paden. We zagen billies en immens dikke geruide betten. En toen was er een ballenbak, ons punt van zingeving en heroverwegen, het speelse element en een rustpunt in ons hectisch bestaan. De IKEA, waar geen uitkomen aan was, waar we op elkaars hielen trapten, waar breedlopende dagjes mensen met dito brede kinderwagens onze voortgang beletten, waar wij gedwee struinden en in filevorming likkend aan een ijsje, trager dan traag. Oh, wat was het heerlijk, Zen. Hier wou ik mee afsluiten. Dankjewel. Nou, een zenvraagje dan. Ik moet hierin praten, hè? Jij mag je even voorstellen alsof je God bent en een nieuwe IKEA gaat fabriceren. Hoe ziet die eruit? Nou, zoals ik net heb voorgedragen. Nee, ik hou helemaal niet van winkelen, dat heb je misschien wel begrepen. En al helemaal niet van IKEA. En God, ja, we zijn allemaal godendochters en godenzonen. Ik bedoel, ja, de... Ja, wat wil je weten? Wat is je vraag? Het is toch je etalage die je in moet richten, je broodwinning. Hoe bedoel je? Bij IKEA? Nou, jij zei dat je etalages inrichtte. Nou, dat was toen hoor. Dat is ongeveer 35 jaar geleden of zo. Ja, ik ben ooit begonnen. Ik heb alles omgekeerd gedaan. Ik ben eerst gaan werken, daarna gaan studeren. Maar ik heb nooit bij IKEA gewerkt, want het bestond toen nog niet. Ik was begon als etaleur. Etaleuze vind ik wel zo'n stom woord. Ja, dan ging ik etalages maken. Ja, en decorbouw. En later ben ik de mode ingegaan. Maar dat is eigenlijk een vak waar ik 22 jaar mee bezig was. Als ontwerpster, kleermaker. Maar dat, het etalagewerk is de bakermat van creativiteit. We waren de kunstenaars. Nou, dat vonden we van onszelf. Waren wij de kunstenaars van de V&D. Had op de bovenste etage een hele grote verdieping voor onszelf. En dan waren we voornamelijk met elkaar aan het dollen en allemaal leuke dingen maken. We hebben hele pubs gebouwd, we hebben markten gebouwd. Engelse pub, helemaal met alles erop en eraan. En wie zaten natuurlijk als eerste aan de bar? Waren wij natuurlijk. En daar bleven we dan ook maar de rest van de avond. Ja. Maar dat vond ik een geweldig vak. Dankjewel. Dat is lang geleden. Marielle Vreugdeheel. Dankjewel. Ze gaat een nieuwe IKEA neerzetten. En in de tussentijd krijgen wij John Spijker die voor ons gitaar gaat spelen. Ja, John, kom naar voren. En dan moet ik de tussentijd toch even vullen, denk ik, hè? Of gaat dat meteen gebeuren? Vul maar lekker. Nou, dat maakt het allemaal een stuk moeilijker. John, jij gaat wat spelen. Wat voor dingen ga je spelen? Ik ben heel benieuwd natuurlijk. Eigen werk spelen. Eigen werk gaat hij spelen. En inpluggen. Voor alle kijkers. Waar moeten we wezen? johnspijker.nl? Ja, of, ook Instagram. Ja? Instagram. Ja. De hele donderse bende. Het hele palet. Goedenavond, lieve mensen. Hoe is het? Hey. Ik laat het even aan hem over verder. Tja, hey.
Tjutje, tjutje, tjutje. De gitaar, kan die iets harder? Want die was net even... Ja, dit is lekker. Dit is lekker. Sorry hoor. Het eerste liedje gaat over de liefde. En ik ben een getrouwde man. En we hebben 3 kinderen. Ik en mijn vrouw. En het eerste liedje gaat over... Ik vind het wel leuk om hier te vertellen. Ik heb in dit liedje zeg maar de jaargetijden zitten. En dat is het eigenlijk. En het gaat over welk jaargetijde het ook is. Ik vind het met haar prettig. Klinkt heel pathetic. En dat is het ook. Maar ik vind het gewoon echt heel lekker. I just love it with you. On a stormy autumn day, when it's raining cats and dogs, I'm not too keen on walking the dog. I just love it with you. I just love it with you. When it's spring, when we're hurrying to catch our plane to Spain, I'm not delighted when the flight's delayed. I just love it with you. I just love it with you, yeah. 'Cause when we're together, everything is so much better. When you got your hand in my hand, it feels so good, like everything's been planned. When I'm winning in a snowball fight and slipping flat on my back, my aching butt gives me the blues. I just love it with you. I just love it with you. Any summer, Nessago Tardo, a traffic jam won't move. The burning heat is eating me. I just love it with you. I just love it with you, yeah. 'Cause when we're together, everything is so much better. When you got your hand in my hand, it feels so good, like everything's been planned. My way, as long as I'm with you, baby, I just love it with you. 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 Dankjewel. Ik heb wel al leuke dingen gehoord vanavond. En die ga ik natuurlijk gewoon jatten en in mijn liedjes verwerken. Nee, dat gaat niet gebeuren. Maar ik vind het heel leuk om die gedichten allemaal te horen en die verzen. En ik vind het ook heel leuk om die verschillende invalshoeken. Ik ben blij dat ik er ben. Dus ik wil even een applausje voor de organisatie. Voor de mensen van het geluid. Voor het licht. Dankjewel. Ik heb zo in het vorige liedje, ik ga het een beetje aan elkaar praten, want het is toch een beetje het idee van... In het tweede couplet, in het eerste liedje zat when we're hurrying to catch our plane to Spain. En nou is het zo dat wij zijn in het voorjaar, afgelopen voorjaar niet, hè. Maar een aantal voorjaren daarvoor waren we in de buurt van Malaga.
in de meivakantie. En ja, daar is aan het strand is daar een tent. En daar hebben ze mojito's. En ja, er zit geografisch klopt er iets niet, want het Malaga in het liedje straks, hè, in de tekst. Maar ja, daar hebben ze dus volgens mij de beste mojito's in Europa. In ieder geval de beste die ik tot nu toe heb gehad. En ik heb aan het Balatonmeer en in het Gardameer, ik heb het overal geprobeerd, ook in Berlijn. Maar die, daar bij die tent, bij net onder Malaga, die zijn gewoon... Of het komt door de omgeving, hè? Hoe hebben jullie dat? Komt het dan door de totale ambiance? Of... Maar goed, dit nummer is de Mojito Song. Ik kan je zeggen, 3 is te veel daar van die. Got my face in the sun, my friend. I got a drink in my hand, yeah. I'm feeling good in every way, feeling like I should. Woman, you're looking so damn good tonight. Waves are breaking now, and I ain't faking no. When I'm telling you, I'm so damn lucky being here with you. 'Cause you make my moonshine, baby, yeah. And I can't get close enough to you. Sunset slowly into the sea, yeah. Those burning colors are overwhelming me. I'm getting higher, so much higher than I've ever been. Woman, you're looking so damn good tonight. Intoxicated, I'm elevated. I got a feeling that my life won't get better than here and now. 'Cause you make my moonshine, baby, yeah. And I can't get close enough. Stars are aligned. Love will be redefined. Reach a higher ground. We'll be lost and found. And in each other's arms is where I long to be with you tonight. 'Cause you make my moonshine, baby, yeah. And I can't get close enough. 'Cause you make my moonshine, baby, yeah. And I can't get close enough. Dankjewel. Dankjewel. Ah, mooi. Mooi, hoor. Dankjewel. Ik vind het leuk. Ik had al gezegd dat ik het leuk vind om hier te zijn. Maar ik zeg het nog een keer. Ik vind het heel erg leuk. Dit is mijn tweede post-COVID show, zeg maar. Dus ik... ja, lekker, man. Lekker. Gewoon lampen, licht, geluid. Ja. Oh, dat vind ik dan wel weer gelijk stress. Stress. Nee. De volgende die.
Ik ben overgestapt, of overgestapt. Ik heb ook een akoestische gitaar, maar de afgelopen... Ja, de afgelopen anderhalf jaar ben ik, zeg maar, een beetje in het gitaarspelen gedoken. Meer, dus niet alleen maar akkoorden harken, maar ook een beetje... Maar kan je zeggen, ik ben 50 en... Dat gaat niet, dat pak ik allemaal niet zo snel meer op als dat ik dacht dat dat zou gaan. Maar weet je, ik heb wel ooit een keer iemand gehoord die zei van joh, als iets een passie is, dan merk je dus niet hoeveel tijd je erin stopt. En dan dus, ja, dat gebeurt hier ook. Dus ik ben allerlei toonladders aan het leren en liedjes, toonsoorten. En deze is kennelijk in A mineur. En daar heb je... Dan heb je leer je eerst de pentatonische ladders. Maar goed, ik zal jullie verder niet vervelen met dat soort... I've been watching you all day long. Every move you make, it puts you in this song. All these pictures in my head are driving me insane. Gotta push the brakes on my full speed notion train. I just can't wait to feel your love. Don't say you don't, just say you do. I just want to make sweet love to you. Don't draw the line, we'll be just fine. High as a kite, making love to you. Oh, 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 ay, 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 ay. Oh, oh, I've been trying to make you feel better, better, alright. Cause I know that your fire doesn't start overnight. But every time the heat is on, flames keep getting higher. Pretty sure tonight's the night, quenching our desire. I just can't wait to feel your love. Don't say you don't, just say you do. I just want to make sweet love to you. Don't draw the line, we'll be just fine. High as a kite, making love to you. Oh, 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 ay, 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 ay. Oh, 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 yeah. I have been here so many times before, but it doesn't help me from wanting you more and more. You may say I'm addicted, baby, but the world needs more love lately. Come on, baby, we got to make love shine. So don't say you don't, just say you do. I just want to make sweet love to you. Don't draw the line, we'll be just fine. High as a kite, making love to you. Oh, 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 ay, 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 ay. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Thank you, Val. Dankjewel. Ik ga er nog één doen, hè, denk ik. Ik kijk even naar El Jefe. Ja hoor. Lekker man. Ik heb dus een pedaal. Daar kan ik nog heel veel andere dingen mee doen. Maar dat ga ik vanavond allemaal even niet doen. De volgende die gaat over de liefde. Maar dan, ja, dat is eigenlijk voor het eerst. Maar, hey, ho, 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 hey,
Hey, de echte van de liefde van het zijn. Nee, ik ga er even je toch iets over vertellen. Want liefde kent vele vormen. En het kan een schouderklopje van je collega zijn, een manager. Een glimlach van een vreemde op straat. De hond die tegen je aankomt liggen of die je een poot geeft. Dus... En ik sinds de corona ben ik een beetje... Ik ben altijd wel een beetje geïnteresseerd in spirituele, esoterische dingetjes en zo. Maar sinds de corona heb ik daar... heeft dat weer... Dat gaat met golfbewegingen, hoe ik me erin interesseer en zo. En ik heb weer een ontzettende, enorme verdiepingsslag gemaakt de afgelopen paar maanden. Ja, ik lach erom, maar ik ben bloedserieus. En ik ben zelf katholiek opgevoed. Maar dat heb ik zeg maar op een gegeven moment van me afgedrukt. Niet vanwege dat mijn ouders zo streng waren, maar gewoon dat ik dacht van ja, er is wel meer onder de wereld. Toen had ik bedacht van oké, weet je, alle religies, dat is gewoon cultuur, hè? Dat is gewoon lokaal bepaald. De kern is overal hetzelfde. Maar nu ben ik, ik voel me toch een soort preacher man ook. Nee, maar nu ben ik via allerlei dingetjes, ik heb wat van Tolle gelezen, kennen jullie die? En want ik was er al achter dat alles wat leefde, zeg maar, alles wat leefde, dat een ziel heeft en dat dat met elkaar verbonden is. Maar dit gaat nog even een stapje verder. Dat alles, dus ook zeg maar wat ik voorheen zag als de dode dingen, dat ook, dat ik ben zeg maar die tafel, om het maar kort te zeggen. Wij zijn die tafel en deze microfoon standaard. Dat was voor mij helemaal nieuw. En ik probeerde nog echt, zeg maar dat ik het ook zo voel. Dat lukt bijna nooit natuurlijk. Ik fiets wel eens door het Amsterdamse bos. Dan komen we even om jouw vraag te beantwoorden. Dan komen de refreintjes komen zo binnenwaaien. Er is trouwens een TED-talk van die dame die Eat, Love, Pray heeft geschreven. Kennen jullie die TED-talk? Zo, hey. Over Tom Waits die in de auto zit. Dat die een idee krijgt voor een liedje. En dat hij dan zegt van, hey, zie je niet dat ik auto aan het rijden ben? Dat ik er nu niks mee kan. Dus kom op een ander moment terug. Of ga naar iemand anders. Dus de inspiratie niet vanuit de persoon, de ego, maar vanuit, zoals dat vroeger bij de oude Grieken was, vanuit de muze. Wat een gelul, joh. Spelen. Ik ben helemaal vergeten welke ik ging doen. Oh ja, de liefde in de ruimste vorm van het woord. Waiting on your love. Oh ja, want als ik dus... Eigenlijk is mijn leven, zoals ik het beleef, is telkens het in sweet anticipation van het liefdesmoment. Dat zijn zeg maar de puntjes van truth, waarheid, voordat ik denk, ja. En al die periodes dat ik dat niet zo voel, is dus, dan ben ik in sweet expectation waiting on your love. Ah, interessant. Ik hoef hem eigenlijk niet eens meer te spelen. Hè. Ik doe het toch. I've been kissing all the clouds in the blue, blue sky. Had to wipe the tears of joy when I hugged the moon. I've been lighting up the stars in the Milky Way. I felt a chill when I wrapped my arms around the sun, yeah. 'Cause I'm waiting on your love. I'm waiting on your love. Love, love, love. Waiting on your love. I'm waiting on your love. Love, 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 yeah. I've been swimming with the dolphins across the seven seas. Lost my breath picking daisies the ocean bottom. Put my flag on all the highest mountain peaks around. The wind whispered all the answers in my ear, yeah. I'm waiting on your love. I'm waiting on your love. Love, love, love. I'm waiting on your love. I'm waiting on your love. Love, 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 yeah. I
still honey tripping, dripping, baby nectar sipping. There's no way that my feet will land on solid ground, 'cause I'm back in sweet anticipation once again, yeah. Woo! So I'm waiting on your love, I'm waiting on your love, 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 waiting on your love, I'm waiting on your love, 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 yeah. Dankjewel! Die laatste staat trouwens ook op Spotify. Voor de mensen die dat... Geweldig, dank John Spijker. Ken je Joey Spijker? Topdrummer? Nee. Nou, moet je maar eens kijken. Joey. Joey Spijker, oh, ja. Een goede achternaam. Nee, maar ik vond het hartstikke leuk, jouw geweldige muziek optreden. En ook je filosofische pep talk. Hartstikke bedankt nog even. Hartelijke pauze. Je hebt geen serie. Ik heb me helemaal voorbereid. Ja, maar je hebt al zoveel verteld over jezelf. Okay. We gaan gauw door, want we lopen al een beetje uit. Okay. Als je het niet erg vindt. Stanislaw, wil jij naar voren komen? We zijn heel benieuwd naar jouw gedichten. Of moet ik je nog iets vragen? Kan nog wel. Voordat Stanislaw er is, maar... Ja? Wanneer gaan we een volgende song van je krijgen? De nieuwe song? Nou, ik was post, zeg maar voor de COVID, was ik met een paar liedjes in een studio met wat mensen die dat serieuzer... En daar gaan we binnenkort weer mee verder. Wie, wat, waar? Waar moeten we kijken? Nou ja, dat kan dus op mijn Instagram, Facebook en website. En... Maar dat gaat pas, ja, dat wordt januari voordat er echt wat is. Oké. Okay. Maar dat wordt wel echt te gek, hoor. Voor die tijd kom je nog hier nog een keertje terug, hè? Heel graag. Top. Helemaal geweldig. Dat is geregeld. Stanislaw, kom naar voren. Nog even hartelijk applaus. Ja, precies. Top. Ik laat het gewoon eerst aan jou over en we kijken daarna. Uit de bundel engelen, demonen, vampieren en heksen. Die bundel heb jij niet, hè, Martin? Daar heb je niet aan meegewerkt. Het is van een verzameling dichters die in het Eilders Café fricoteren. Nou, je was er vaak bij. Dit zijn wat oudere gedichten, maar ik heb ze een beetje opgepimpt. Om eens een modern Nederlands woord te gebruiken. Gemma lief, ik vroeg me af of er maanlicht was bij het luchtig samenzwelten als schuim in de nacht. Misschien met sterren achter Aldebaran, geheimzinnig oranje verderaf. Dat het maar een droom was, zei jij, net zoals wij zongen in het koor, straatklinkers geheten, over Orpheus en Eurydice. Het verlangen niet genoeg om een nieuwe wereld te scheppen, waar we voortaan zouden dansen. We hoorden de muziek van panfluiten en liederen van dronken saters, door Dionysos bezeten en van waggelende wraakgodinnen. Jij waarschuwde nog met een pijnlijke blik uit jouw ogen, waarin ik naar adem snakkend, proestend bovenkwam, waarop drie gevatte vrouwen voeten uit haar linkeroog, hoofd uit het rechter. Waarschijnlijk waren zij een een-eige drieling. Dat kan trouwens niet, hoor, maar goed. In een vleugelslag. Op de rand van mijn bed
zat een bleke god met naast zich de engel voor de maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag was voor God. Dus in totaal op het bed mezelf en 7 figuren. Ik was wakker geworden, kon niet slapen vanwege het licht van de volle maan, het tikken van de regen op de ruiten, bedacht wat ik morgen had te doen. Een afspraak met X en Y, de begrafenis van Z voor wie ik een afscheidsgedicht had geschreven en voor zou lezen over hoe we altijd vrienden zouden blijven. God knikte instemmend hierbij. Ik viel in slaap en hoorde als het laatste de vleugels van engelen ruisen. Mijn dromen waren vervuld met vleermuizen die hun leerachtige vlerken lieten horen als de wind onder de geverfde ijzeren dakpannen. Voorbereiding op toekomst. Een afspraak op 28 december. Er is immers niet meer dan tijd, alle tijd, bezig mijn eigen begrafenis voor te bereiden. En de liedjes zijn uitgekozen met pijn. De eenzame fietser van Boudewijn de Groot, de Noordzee van Jacques Brel en Sammy van Ramses, Shaffi, want er is altijd één die onmetelijk van je houdt. Waarschijnlijk zal ik de teksten zelf zingen en opnemen, maar misschien is dat te indringend over een dichter die rond Kerstmis verdween op een zilveren surfboard, een doosje met zwavelstokken in zijn rugzak en een lied uit zijn vrolijke mond. Van oost naar west, van oriënt naar avondland, van gordel van smaragd gekomen, in het kikkerland jou gevonden en elkaar om de aangename warmte te delen, in onze armen geweven. De avond naakt, krekels strijken hun muziek, vuurvliegjes gaan aan en uit, een koekoek, koekoek, de stilte stuk. Jij ligt naast me en telt hard op de sterrenbeelden van de grote beer, van kleine beer en waterman. Jij hebt je genesteld als een virus in lichaam en geest. Waarschijnlijk wil je altijd in mijn nabijheid blijven, dicht tegen mijn aan. Koester jij jezelf, een vurige warmte, als een schat, nu de zon verdwijnt, het kouder wordt. Van oost naar west, van oost naar west, van die gordel van smaragd, in die kikkerland aangekomen, jou en mekaar gevind, om die aangename warmte deel in ons arms geweef. Die avond nak, krieken, struikel, muziek, vuurvliegjes gaan aan en af, een koekoek, koek, die stilte. Jij legt laas mij en tel hardop die constellaties van die Big Dipper, van Kleinbeer en Waterman. Jij hebt zo zijn virus gezetel in gedachten en lichaam. Waarschijnlijk, jij wil altijd nabij mij blijven. Nabij mij koester jij jouzelf een vurige warmte, zoals een skat. Nou dat die zon verdwijnt, wordt dit kouder. Nederlands-Indië, herdenking 2020. Slechts 75 genodigden dit jaar. Onwennig zitten ze bij elkaar, kijken tersluiks, afstandelijk, het volk van Nederland is bond. Het koor Amare Focare zingt vrij, doet zijn best
alleen de troost. Het zat er dit jaar niet in, of bij het rommelen begint in de oost. Bij het defilé der zonnebloemen, die worden aan de voet gelegd, liggend op de grond, voor elk statief. Het eind komt van leed en lief. Dat was het. Bedankt. Stanislau, hartstikke mooi. Dank je wel. Ik heb één vraagje nog. En het intrigeert mij al vanaf het moment dat je hier binnenkomt, jouw ketting. Ja. Kan je daar iets meer over vertellen? Nou, het hoort misschien helemaal niet bij het gedicht. En misschien kan je het kort houden, maar ik ben toch benieuwd. Het is een Maori-teken. Je kan hem uit ivoor of uit jade maken. Maar ik vond deze heel erg mooi. Het is heel goedkoop materiaal uit bot van een rund. En ik vertelde aan de kunstenaar die het gemaakt had van, ik vond het wel op vagina dentata lijken. Ik hoorde iemand over Jung praten. Er klonk iets in door van Erich Fromm. Liefde, een kunst, een kunde. Maar ja, dat is het eigenlijk. Nou, daar willen we het even bij laten. Hartelijk applaus voor Stanislau. Geweldig, dankjewel, dankjewel. En dan hebben we de volgende dichter, Fausto van Bronkhorst. Ik ben heel benieuwd wat jij gaat doen. Hartelijk applaus voor Fausto. Hallo allemaal. Ik haal hem er even af. Mijn naam is Fausto. Ik lees mijn gedichten voor van mijn telefoon. Staat misschien niet zo heel mooi, maar normaal doe ik altijd, print ik van alles uit. Maar dat vind ik een beetje zonde. Dan loop ik met allemaal losse blaadjes voor gedichten die ik misschien maar voor één avond heb meegenomen. En ik weet niet of ik ze ooit nog dan ga gebruiken. En en ik ben ook niet echt van het schrijven met de hand, dus dan maar zo. Het eerste gedicht gaat over de huidige maand. Ik heb me eigenlijk voorgenomen om over iedere maand een gedicht te schrijven met het gevoel dat ik bij die maand heb. En dat is natuurlijk heel subjectief. Voor iedereen is een maand heel anders, maar voor mij zit er een soort systematiek in. Dus ik vond het ook wel mooi dat John een liedje had over de seizoenen. Dat was weer zijn visie op de seizoenen. Ook wel deels herkenbaar, maar deels ook weer heel persoonlijk. Dus dat was mooi. Nou, dit gaat over september. Waterige, grijs gevulde dagen. Wisseling van jassen. Zoekend naar een nieuw begin. Soms een zon, zo'n onverwachte die zich aan de gehaaste massa opdringt. Regen valt gestaag neer. Druppels doen ons doordringen van verplichtingen. Het levensritme dat nu langzaam herbegint. Dan wat kunnen we nog meer doen? Ik ben wel zo iemand die over de coronacrisis heeft geschreven. Heel cliché. Dit was nog in den beginnen, toen we het nog serieus namen allemaal. Sommige mensen helaas niet meer. Nou, viraal. Waarom is er geen virus dat van hand tot hand gaat? En deze handen doet scheppen en stichten. Vaccins, wegen, vrede. Waarom is er geen virus dat handen laat schudden, dat kapjes laat vallen van monden die niet mogen spreken? Waarom is er geen virus dat reikt tot gesloten torens, het ivoor verbrokkelt en de luiken opent? Dat virus kunnen wij samen kweken. Houd geen afstand en reik me je hand. Dan nog een gedicht over die lockdown-periode.
een wereld gepauzeerd. Een wereld gepauzeerd, ontdaan van stroming, teruggezet naar fabrieksinstellingen. Een stille stad, straten ontmenst, het spel van God gewist. Is hij opnieuw begonnen? Opnieuw beginnen, dat wil ik. Een schone lucht, mensen weer neerzetten in de straten. Maar nu, zonder dat de een verder kan springen dan de ander. Een wereld gepauzeerd. De duiven op de pleinen hebben ons brood niet nodig. Kom, zet de mensen weer neer. Maar nu, met de ogen meer geopend. De harten nu groter. Deze, ja. Voor het volgende gedicht is een beetje een experiment. Het heet Dichtee. Ja, laatst bij de introductie van mijn studie werd aan ons gevraagd om mee te doen aan een dictee. En dat was voor heel veel van ons heel lang geleden. Een dictee. Ik had dat heel lang niet meer gedaan, maar ik dacht van wat zou het nou grappig zijn als je van een gedicht een dictee maakt. Dus ja, als je wil, schrijf mee, pen en papier. Of op je laptop, mensen thuis. Ik ben wel benieuwd hoe goed jullie allemaal kunnen spellen. En dan moet ik het ook wel heel langzaam voordragen. Hè? Nou, het is een gedicht, dus er zitten geen leestekens in. Normaal bij dictee heb je ook altijd punt en komma, et cetera. Nou hoop ik wel dat ik het zelf allemaal goed heb gespeld. Maar er zitten geen Przewalski paarden in of dat soort dingen, dat soort woorden. Oké. Dichtee. Besteed ze wel aandacht aan mij? Heb ik dikwijls gepeinst? Besteed ze wel aandacht aan mij? Heb ik dikwijls gepeinst? Was haar achteloos op mij gewende blik? Was haar achteloos op mij gewende blik? Een flirtmanoeuvre of slechts schijn? Een flirtmanoeuvre, komma, of slechts schijn, vraagteken. Besteed ze wel aandacht aan mij, heb ik dikwijls gepeinst. Was haar achteloos op mij gewende blik een flirtmanoeuvre, komma, of slechts schijn, vraagteken. Tweede strofe. Ik ging ervan uit dat er vanuit haar een wens was. Doe me even helemaal. Ik ging ervan uit dat er vanuit haar een wens was. Toen zij vanuit de connectionbus naar mij had geluchtkust. Ik ging ervan uit dat er vanuit haar een wens was. Toen zij vanuit de connectionbus naar mij had geluchtkust. Ja, ik zal maar aan het eind nog een keer helemaal doen. De derde strofe. En 4 slechts, dus maak je niet druk. Het is geen... ja. En toen zij steeds de reis van Zuid-Nederland naar Centraal waagde en daarbij haar OV-chipkaartsaldo opmaakte... En toen zij steeds de reis van Zuid-Nederland naar Centraal waagde en daarbij haar OV-chipkaartsaldo opmaakte.
Mensen thuis, schrijft u mee. Tot slot. Wist ik, dit is niet gefaked als een Hollywoodfilm. Dit is reële liefde, ongedwongen en pril. En dat was het. Geen nare instinkers nog. Wist ik, dit is niet gefaked als een Hollywoodfilm. Dit is reële liefde, ongedwongen en pril. Dat was een goede vraag. Ik vreesde er al voor. Want ik ben zelf ook geen spellingkampioen, maar ik dacht, het is wel een grappig experiment. Dus ga gezellig straks met elkaar vergelijken. Ik doe hem nog één keer. Nu gewoon als gedicht. Besteed ze wel aandacht aan mij, heb ik dikwijls gepeinst. Was haar achteloos op mij gewende blik een flirtmanoeuvre of slechts schijn? Ik ging ervan uit dat er vanuit haar een wens was, toen zij vanuit de connectionbus naar mij had geluchtkust. En toen zij steeds de reis van Zuid-Nederland naar Centraal waagde en daarbij haar OV-chipkaart saldo opmaakte, wist ik, dit is niet gefaked als een Hollywoodfilm. Dit is reële liefde, ongedwongen en pril. Nou, heel erg bedankt voor het meeschrijven allemaal. Ja, ik kan nog iets doen, maar als ik geen tijd meer heb, dan vind ik het prima. Nee, geen dichten. Nou, willen jullie iets... moet ik even kijken. Ik kan iets heel luchtigs, grappigs doen, maar ik kan ook iets zwaar... Ja, dat heb ik... Ik weet niet of ik dat heb. Even kijken wat ik hier op heb staan, hoor. Moet ik even goed zoeken. Wat heb ik allemaal mee, eigenlijk? Oh ja, die is een beetje... die schunnig. Ik vind het wel een leuk publiek voor iets heel korts, luchtigs. Maar ik heb het echt pas net eigenlijk bedacht, niet zo lang geleden, dus ik moet even... kennen jullie het Frankendaalpark? Nou, daar heb je een brug, die heet de Van de Sande Lacoste brug. En Van de Sande Lacoste heb ik opgezocht, het was een kosmoswetenschapper. En daar heb ik het kosmoswetenschapper. Daar heb ik het volgende gedicht over bedacht. Toen ik toen ik vertelde, ik ben kosmoswetenschapper, zei men, wauw, jij schrijft over planeten, sterren, het heelal. Ik lees graag je nieuwste boek. Men weet niet dat ik in werkelijkheid slechts boomstammen onderzoek. Ja, u heeft hem door. Nou, bedankt Fausto. Ik vond het een geweldige. Jij bent eigenlijk de slotact van vanavond. Nou, dat is mooi. Ja. Hartstikke bedankt. Hartelijk applaus nog even voor Fausto. En stuur je gedicht in naar Fausto. Ik neem aan dat je staat ook op Facebook of zo. Hè? Ja, mensen die zitten mee te kijken. Facebook ben ik niet meer heel actief. Ben het is je? Een beetje... Het is uit, hè, toch? Instagram. Instagram is in. Dus via Instagram insturen die handel. Ja. Apenstaartje Faustografie op Instagram. Fausto van Bronckhorst, zoek me op. Ik heb geen website of zoiets, maar kan me ook op Facebook vinden. We hebben nog één vraagje voor jou. Ja. Je mag even
Anderhalf meter, hè? Je wil een vraag aan mij stellen. Deze? Oh. Of die? Een van de tekeningen. Die mag een vraag aan jou stellen. Nou. Die? Ja, doe maar die. Deze? Ja. Ja. Wat vraagt hij? Aan jou. Deze dus? Die, ik moet bedenken... Deze vraagt wat aan jou. Ja. Dat moet jij toch weten. Hou hem vast. Nee. Nou, dat is het onbewuste in jou. Wat hij vraagt aan jou. Waar het, nou, zo te zien. Met deze gezichtsuitdrukking. Nee, niet achterop kijken. Nee, nee. Nee. Ik wil natuurlijk... Wel, ik denk dat hij vraagt aan mij. Als ik zijn gezichtsuitdrukking zo zie... Wil je nooit meer dat soort gedichten voordragen, want ik word er gek van. Nou, dat vind ik heel zonde. Ik vond jou een geweldige gedichte. En ik hoop nog heel veel van jou te zien en te horen. Echt waar. Nou, dat is mooi om te horen. Dankjewel. Ik wil iedereen vragen even om naar voren te komen. Want dan gaan we... Nou, nog even hartelijk applaus natuurlijk voor Fausto. En we zijn inmiddels onderhand aangekomen... aan het einde, dus ik wil iedereen vragen om even naar voren te komen. Martin Wijdgaard, hartelijk applaus, kom naar voren. Op coronaproef afstand. Links mag jij gaan staan. Marijn Sterre Huygens. Huijers, Marijn Sterre Huijers. Marianne Vreugdenheel. John Spijker met gitaar. Muziek. Stanislaus Jaworski. En... Die kwam niet, dus die noemen we niet. Dat is altijd met die kunstenaars zo, die moet je niet noemen dan. Hè? Als ze niet komen, dan worden ze niet genoemd. Allemaal hartelijk applaus voor de dichters en de muzikant. Geweldig, dankjewel, hartstikke mooi. En... Ik wil nog even de mensen bedanken van de techniek. Sheila en Evert. En Roelien voor de camera en de bar. René voor het programmeren en het zorgen dat het allemaal mogelijk is. Hartelijk bedankt allemaal. Volgende uitzending, die is vrijdag 9 oktober. Ook weer om 8 uur. En de eerstvolgende uitzending van IBTV, dat is zaterdag, deze zaterdag, 12 september, vanaf 9:30 in Thuiskomen, hier aan de overkant, tegenover de Badjanzaal. Daar is Mikuela, een zing- en songwriter. Yes! Oké, nou, ik hoop iedereen hartelijk bedankt dat jullie allemaal hebben gekeken. En nog even een applaus voor jezelf. En voor iedereen. Dankjewel. Woehoe.